Bij Kia denken we spontaan aan een vijfdeurs of een gezinsvriendelijke SUV. En dan mogen we van de Koreanen ook gerust blijven denken, zolang het daar voortaan maar onmiddellijk ja maar achter volgt. Want deze Stinger GT kan het zeker, maar het is niet in de eerste plaats gebouwd voor een gunstig verbruik of zijn achterbank. Nee, deze Kia die wil eigenlijk maar goed zijn in één ding, en dat is rijden. Met dank trouwens aan de Duitsers, of Duitser eigenlijk. Kia is namelijk Albert Biermann bij BMW's M-divisie gaan weghalen. Vervolgens versleepte ze hem richting Nürburgring, waar hij pas af mocht als de Stinger even sportief getuned was als de BMW 4 Grand Coupé. Waarmee je meteen weet welk soort coupé Kia verhoren heeft met zijn Stinger. Missie meer dan geslaagd, waarvoor trouwens uitermate bedankt, heer Biermann. Het stuur is ongelooflijk levendig. Het chassis is stabiel als een huis, ook bij hoge snelheden. En dan is er nog die geweldige V6. Ja, daar ga je gewoon oerend hard mee. Die 3,3 liter V6 Turbo levert 370 pk en 510 Nm. Vermogen die in de Stinger GT standaard langs een achttrapsautomaat naar de vierwielen loopt. Het volstaat om in 4,9 seconden naar 100 km per uur te spurten, terwijl de teller pas stopt bij 270 km per uur. Dat is niet slecht voor een 4,8 meter lange en 1,8 ton zware vijfdeurs. Keerzijde is wel dat de GT de nodige benzine vraagt voor die prestaties. Officieel houdt Kia het op een gemiddelde van 10,6 liter, maar we kunnen je verzekeren dat dat verbruik in praktijk een heel stuk hoger ligt. De GT zegt het eigenlijk al, Kia wou vooral een sportief rijdende Gran Turismo. Dat betekent dus concreet dat de Stinger meer moet kunnen dan alleen rap zijn. Luxe en comfort zijn bijvoorbeeld even belangrijk, al is Kia daar wel nog niet volledig mee met de absolute top. En dat zijn in deze nog altijd de Duitsers. Op uitzondering misschien van de zitpositie, die is echt wel excellent. Met de drive mode kan je de dempingsgraad of het motorkarakter van de Stinger naar je hand zetten, waardoor de Kia ook daar mooi aansluit bij zijn belangrijkste concurrenten. Tot slot toch nog even een praktische waarschuwing, want ondanks zijn lengte valt de binnenruimte wat tegen. Dan is dat nu eenmaal eigen aan de coupé-stijl. Als we vandaag zouden moeten kiezen tussen, zeg maar iets, een Audi S5 of een BMW 440i en deze Kia Stinger GT, wel, we zouden er in alle eerlijkheid al eens de nacht moeten overslapen. En dat alleen is du jamais vu. Mochten we trouwens niet voor de Kia kiezen, dan heeft dat enkel te maken met praktische aspecten, zoals de interieurruimte of de afwerking die niet volledig op het niveau staat van de Duitsers. Want puur rijtechnisch gesproken is er zelfs geen wedstrijd. Dat wint deze Stinger GT met de vingers in de neus.